Doen is immers nog altijd de beste manier van denken. Dus improviseer, doorbreek je vaste gewoontes en overtuigingen. Het ergste is namelijk niet dat je iets niet weet, maar dat je denkt het zeker te weten. Onderzoek, vraag, struikel, faal en doorbreek vooral je routine. Want één ding is wel zeker. Als ik meer fouten maak dan jij, dan win ik. Mijn naam is Arthur. En ik ben Patrick. En wij zijn de Vrijdenkers. Ja, ik was IT'er van oorsprong, net zoals Arthur, maar ik ben dit soort dingen gaan doen eigenlijk om een hele simpele reden. Kunnen jullie je rechterhand even zo hoog mogelijk opsteken? En dan nog een klein stukje hoger? Precies, dat is waarom ik het doe. Wat is die reserve die we allemaal van de natuur hebben ingebouwd en hoe kunnen we daar gebruik van maken op een manier dat het niet voelt alsof je nog verder uitgeknepen wordt? Daar hebben we andere mensen voor. Maar op een manier waarop het voelt van nee, dit is leuk, hier wil ik mee bezig zijn, hier krijg ik energie van, hier kan ik passie in ontwikkelen. Onze lezing gaat over doen is de beste manier van denken. En dat is eigenlijk, zoals jij dat altijd zo mooi zegt, dat we het gat tussen denken en doen proberen te verkleinen. Want dat is veel te groot in de praktijk. Er zijn te veel beleidsmakers, te veel papierproducenten. En het is belangrijk dat mensen daadwerkelijk iets ondervinden om daar vanuit weer een volgende stap te kunnen doen. Maar Arthur, waarom doe jij dit soort dingen? Ja, ten eerste omdat het ontzettend leuk is om op locaties te komen waar ik nog nooit geweest ben. Dit is ook weer zo eentje. Maar ik heb de belangrijkste op meegenomen. Dat is deze jonge dame. Dit is mijn dochtertje, Sophia. En zij is hier 6 maanden oud. En wij presenteren ons als vrije denkers. En als vrije denker bevalt mij dit beeld natuurlijk niet. Hè. Ze zit nu al achter de tralies. En het out-of-the-box denken gaat op deze manier natuurlijk ook nooit goed van de grond komen. Dus als goed vader en als vrije denker heb ik dat proberen op te lossen door haar werk- en speelterrein te veranderen naar de woonkamer. En wat mij opvalt is dat zij nooit in dat zachte midden gaat liggen wat ik voor haar had bedacht. Zij zit altijd aan de grenzen van dat domein te rommelen. Dus welk domein ik haar ook geef, zij zoekt altijd die grenzen op. En dat is opvallend, want dat is iets wat wij mensen in het werkende leven niet meer lijken te doen. Het is opzoeken van die grenzen. En dat heeft ook een historie. En ik heb hier een fragmentje van Charlie Chaplin uit 1936. Modern Times, waarin hij de ridiculiteit en de absurditeit van het efficiëntiedenken aan de orde stelt. En de mens werd hier letterlijk door de machine vermalen. Dat beeld ziet prachtig uit. Vandaag de dag hebben we met die robotisering daar ook een beetje een soortgelijk beeld van. Maar dat komt in die tijd. Was er een meneer, die heet Frederick Winslow Taylor. Ik weet niet of jullie dat iets zegt in die naam. Die heeft een mooi boek geschreven, The Principles of Scientific Management. In dat boek staan een aantal principes beschreven. Die wil ik graag met jullie delen, omdat die best verstrekkend zijn. Namelijk, schakel vakmanschap uit. Alleen managers en ingenieurs weten wat de beste manier is om de dingen te doen. Schakel zelfstandig denken van die uitvoerende geheel uit in plaats van uitvoeren onder de directe leiding van die managers. In de industriële revolutie is dat denken en dat doen is uit elkaar getrokken, waarbij dat denken aan die managers toebedeeld en het doen naar die uitvoerder. Dat heeft een enorm gat geslagen. En daar hebben we vandaag de dag nog steeds last van. Wat kunnen we verwachten? Nou ja, eigenlijk heel veel. Wat ik altijd zeg, gekscherend, is van je krijgt ongeveer 100 prikkels. Dus de kans dat er iets tussen zit wat je eruit kunt halen waarvan je denkt van hé, daar kan ik wat mee, die is heel groot. Ja, het is vooral theorie. Het is vooral bewegen, het is vooral interactie. Dat is eigenlijk een mix van die dingen waardoor je zeg maar, de spanningsboog die gaat vrij snel omhoog. En die blijft gedurende de hele sessie en die neemt ook niet meer af. Nee, je komt er met energie uit, maar wel gesloopt. Nee, om dat te illustreren dat we dat niet meer gewend zijn, jullie mogen allemaal even gaan staan. Je mag namelijk maar 1 getal per persoon per keer zeggen. Dus dat betekent dat je ongeveer dit krijgt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je blijft dus even rondtellen. Dat blijf je doen, net zolang dat ik op een wanhopige manier probeer om jullie aandacht weer terug te krijgen. Dus ga je gang, go! Ja, mensen echt gaan doen. Er moet meer gedaan worden. Minder gekletst, meer gedaan. En fouten durven maken, ook niet onbelangrijk. Want het gaat dus om die babystapjes. Die hele kleine stapjes waarvan iedereen denkt, ja, die doen er niet toe, die helpen niet. Maar die moeten ook gezet worden, wil je überhaupt tot verandering kunnen komen. En het gaat dus om wat jij daar zelf in kunt betekenen. Niet wat daar in je organisatie allemaal gefaciliteerd wordt, maar vooral binnen datgene wat er al is. Hoe kan ik bewegen? Iedereen kan bewegen, maar de vraag is hoe. Dus daar waar je voor middernacht een plan van aanpak hebt, 26 pagina's of meer dik, copy-paste van het jaar ervoor en hopen dat niemand de verschillen merkt, heb je na middernacht iets anders nodig. Je bent iets van plan. Dat vraagt om iets, hè? Om een soort collectieve urgentie die je eraan koppelt. Dat noemen wij de bedoeling. En binnen die bedoeling ga je met elkaar gewoon kijken, wat is mijn stap 1? Wat is die stap 1? En die stap 1, die kun je beschrijven. Dat is dan niet veel meer dan 1 alinea. Maar het allerbelangrijkste is dat je die stap 1 zet. Want met het zetten van die stap 1 openbaart zich vanzelf de volgende stap 1. Die kun je van tevoren niet voorspellen, die kun je niet voorzien. Want het zit in een gebied wat je niet kunt voorspellen en niet kunt voorzien. Je moet hem zetten. Dus uitvoeren van die stap 1 zorgt ervoor dat de volgende stap 1 komt. En de volgende stap 1 en de volgende stap 1.